Dit zijn mijn speelgoeden eigenlijk, dat ik vroeger maakte samen met mijn broertje. Hij zit vandaag in de zaal. En we zijn opgegroeid in Afghanistan, in Kabul. Daar hebben we gewoond tot onze 10e jaar. Dus ik was 10, mijn broertje was rond 8 jaar nog. En met al die speelgoeden hebben we vroeger gespeeld op een plek waar veel landmijnen voorkwamen. Dus het was eigenlijk een grote woestijn waar altijd veel weide. Dus al onze speelgoeden worden door de wind voortgedreven. Dus we wilden vaak wedstrijdjes met andere kinderen. En soms belanden ze tussen de mijnen. En heel vaak raakten mensen gewoon. En in dit geval veel kinderen. En dus mijn project gaat vandaag over anti-personnel mines. Dat zijn ongeveer zo groot als je dat op het scherm kunt zien. Dat is heel klein. Een klein ding. En in Afghanistan hebben we veel last van, maar ook heel veel andere landen. En wereldwijd zijn er ongeveer 110 miljoen landmijnen. En hier is een verhaal van een jongetje die zijn been is kwijtgeraakt. En hij schrijft daar heel verhaal dat wat hij allemaal mist. Zelfs sociaal contact mist hij, want als je dan invalide raakt aan zo'n mijn, dan wil niemand eigenlijk met je omgaan. Dat is één van de verhalen. En hij kan bijvoorbeeld ook niet meer voetballen enzovoort. Dit zijn een aantal voorbeelden. Dat doet me altijd denken aan schooltijd. Want meestal krijg je op school les over gewoon taal, wiskunde enzovoort. Maar we krijgen les over landmijnen, hoe ze eruit zagen. En ik kan ze allemaal een beetje uit mijn hoofd. Deze is, dat heet butterfly, dat gooien ze uit de vliegtuig. Nou, dus hij draait rond en dan landt hij op grasvelden. Dus hij is ook groen, dus je ziet hem niet meer. En aan deze zijde zit er vliegstof en als je opstapt, dan explodeert hij. En deze kwam ook vaak voor. Dus waar we speelden, deze dingen, die waren in de grond gestoken met die draden. En dan zijn ze tegen een boom bijvoorbeeld vastgemaakt. En dat zijn meestal visdraden. Dus als je loopt en dan per ongeluk trek je dat, dan vindt er een explosie plaats. En dat komen uit heel veel landen. Sommigen zijn, ik wil niet de naam noemen, maar er zijn best wel veel landen die dat maken. Dus vaak raken kinderen bij gewond. Een aantal voorbeelden. En in Angola zelfs houden ze Miss Landmine Competition, omdat er zoveel mensen daar gewond zijn. Zoals we hebben net gehoord, Lady Di, zij was eigenlijk een van de weinigen dat ze zich met deze probleem wilde de wereld ingaan. Dus zij heeft ook heel veel tijd ingestoken. En ze werkte vaak met de landmijnorganisaties, maar daarna is eigenlijk niks meer gebeurd. Dus dat probleem is een beetje uit de aandacht gegaan. En dit is de plek waar we hebben vroeger gewoond. Dus dit is ons gebouw en al deze plekken. Hier lag heel veel mijnen, dus we gingen vaak spelen. En dit is onze schoolterrein. We gingen vaak daar voetballen, maar daar waren dus ook landmijnen. En dus dat is de plek waar we zijn opgegroeid. Dus op dit soort terreinen komen veel mijnen voor. En hier zie je een vlag, dus daar is eentje ontploft. En daar ook. En dus dat is eigenlijk een vrije weg. En verder, niemand durft eigenlijk om in te gaan. Dus dat is ook eigenlijk een verloren gebied dat niemand kan lopen. Dit is ongeveer de statistieken van de wereld. Maar het wordt eigenlijk iedere dag meer. Dus we denken eigenlijk dat het minder wordt. Maar er komen dagelijks meer mijnen bij dat er verwijderd wordt. En dat zijn een aantal, bijvoorbeeld Angola, liggen er op dit moment 20 miljoen landmijnen. Daar wonen maar 12 miljoen mensen, dus twee keer meer landmijnen. En dan Afghanistan, Cambodja enzovoort. In Afghanistan, de rode gedeelte is allemaal gevaarlijke gebieden. Dus dat is bijna 1/4 van het land. En dat is meer een deel eigenlijk tussen. Dus deze grens, dus tussen Pakistan. We hebben niet echt beschermde grenzen. Dus meestal heb je een poort dat iedereen naar binnen kan. Maar hier is gewoon een berg dat iedereen overheen kan gaan. En
Dus soms leggen ze zelfs ook mijnen voor hun eigen veiligheid, om bijvoorbeeld je tent te verdedigen. Maar als ze dan weg zijn, dan laten ze die mijnen gewoon liggen. En zo is het altijd gegaan. Dus wereldwijd zijn er heel veel. En als we al deze landgebieden bij elkaar tellen, dus alleen Angola, de helft van het land is bezet. En dat gebied is 15 keer groter dan Nederland. Dat is maar één land. En er zijn wereldwijd 80 landen. Als we dat allemaal bij elkaar zetten, dan creëer je eigenlijk een continent dat niet gebruikt wordt. En er zijn heel veel mensen in de wereld, grote namen zoals Al Gore enzovoort, die zeggen altijd, ja, we hebben een paar werelden nodig, maar er is nog genoeg plek, alleen we gebruiken dat niet. Op dit moment worden deze technieken gebruikt om mijnen te ruimen. Dus meestal met de hand. En dan met een metaaldetector lopen ze. En dan als je één vindt, dan gaan ze dat uit de grond halen. Dat is echt heel gevaarlijk, want meestal exploderen ze ook. En dan heb je ook nog die tank met de kettingen. Dat is eigenlijk uit de jaren 60. En de techniek is ook niet meer veranderd. En dan heb je ook nog honden. Deze honden kosten rond 100.000. Ze worden getraind in Nederland ook, in België en Duitsland. En dan worden ze aan landmijnorganisaties verkocht. En dan zijn hele slimme beesten, maar het kost heel veel tijd om een mijn te vinden. En ze hebben altijd een persoon nodig. En tegenwoordig doen ze ook met ratten. Ze zijn nog sneller dan honden, maar hun levensduur is korter. Ze leven niet zo heel lang. Maar het is even duur. Volgens mij nog duurder dan honden. Dus het gaat heel langzaam om het op te sporen. En mijn kost om op de grond te halen rond $1200 tegenwoordig. Even kijken. Dus al die speelgoeden dat we hebben in het begin gezien, dat is voortbewogen door de wind. Daarmee ben ik eigenlijk verder gegaan tijdens mijn afstudeerproject op de Design Academy. Ik heb een aantal onderzoeken gedaan naar lucht, vuur, water, gewoon de basiselementen. En de andere onderzoek was naar onze speelgoed. Ik heb heel veel speelgoeden gemaakt. En één daarvan was dus die wind gedreven. En daarna heb ik dat nog in verschillende vormen vertaald. En deze vorm, het werkt het beste. Want hij kan alle kanten op. En iedere voet heeft een bepaalde druk op de grond. Dus de footprint is best wel groot. En hij kan in verschillende maten gemaakt worden. Dus daar heb ik dan een idee. Toen dacht ik, okay, misschien kan ik dat vergroten. Dus als je dat vergroot, dan wordt hij ook automatisch zwaarder en steviger. Dus toen dacht ik, okay, als die dan door de wind wordt voortgedreven, dan heb je ook een indicatie nodig waar die allemaal geweest is. Dus hier zit nu ook een GPS in. Maar ik kan overal naartoe gaan en dan kun je alsnog de footprint via digitale informatie volgen. Dat is de indicatie, scenario, dat is al onze eerste test. Hij is net zo groot als een persoon, weegt rond 90 kilo. Dat gewicht wordt verdeeld door een aantal voeten en die voeten dan voeren de bepaalde drukkracht op de grond. En daardoor worden landmijn onschadelijk gemaakt. En in dezelfde tijd raakt hij ook een aantal voeten kwijt. Dus per explosie raakt hij voeten kwijt. Dat is een andere boot, die staat hier binnen. Dat is een witte. Hij is wat kleiner. Deze is bedoeld voor struikeldraden. Dat we hebben in het begin gezien met de mijnen op zijn stok. Dus als hij over een struikeldraad rolt, dan vindt er een explosie plaats naast de boot. En dat is al onze eerste test. Dat is die hele grote bal. We hebben dat met 100 gram getest. Dat was eigenlijk veel te zwaar, dus hij ging helemaal de lucht in. Maar we moesten eigenlijk met weinig beginnen. Daarna hebben we nog een keer getest. Dat is dan weer een tijdje later. En deze is 50 gram. Dat was met de Nederlandse Defensie, met de EOD. Dus hij ging minder kapot hier. En hier gaat het nog beter. Zo meteen ziet u een filmpje dat hoe die in werking gaat. Dat is de website van de GPS. Dus overal waar die naartoe gaat, dan laat die een bepaalde route. Dus dit is allemaal waar die allemaal geweest is. Dit zijn allemaal explosies. Hij laat hier wat statistieken zien.
En dus de kostencalculatie. Dus één minefigger kost rond $40. Omdat het gemaakt is uit biologische materialen zoals bamboe. Nederland is het duur, maar in Taiwan en heel veel andere landen wordt het echt wild gegroeid. En dat is dus goedkoop. Dus met één bal zou je dan 10 mijnen kunnen opruimen. En stel, ja, zij is 120 keer goedkoper. Zeg maar. Dus stel je voor, als je Angola wilt opruimen met zo'n techniek, wat goedkoper is dan normale technologie, dan bespaar je eigenlijk 23 miljard. En dan zou je deze geld kunnen dan investeren in het land op te bouwen. En plekken dat zijn opgeruimd, dan kun je daar bijvoorbeeld scholen of bedrijven opbouwen. En dat is allemaal goed voor het land. Omdat het project een beetje gek uitziet, hij ziet eruit alsof het een kunstproject is. Het wordt vaak geëxposeerd in tentoonstellingen enzovoort. Maar ook om het idee te promoten natuurlijk. Dat is in Milaan. Deze is in Londen. Was genomineerd vorig jaar als Designs of the Year. Dat we het niet gewonnen trouwens. Alles toen ging om Olympische Spelen. Dus al die prijzen gingen naar hen toe. En het is in Helsinki, ook Designmuseum. Oh ja, en dan later is die ook nog in MoMA in collectie opgenomen. Dus vanaf maart is die in MoMA. Dus het blijft een tijdje daar, denk ik. We zijn dus volop bezig met dit project, omdat het een heel lastig project is. We dachten, we gaan eerst gewoon zelf aan de slag om fondsen binnen te halen. We hebben Kickstarter gedaan vorige maand. Ons doel was £100.000 en we hebben eigenlijk meer dan dat opgehaald. En het ging vrij goed. Dus we hebben heel veel steun gekregen. Ongeveer 4000 berichten van allerlei mensen die ons willen steunen, maar uiteindelijk moet het ook nog echt gemaakt worden. We moeten het toch zelf doen. Dus ons doel met het project is om met meer engineeringbedrijven te praten. Dat wie eigenlijk ons kan hiermee steunen, wie kan het echt waarmaken ook. Dus met het Kickstarter-project, dan dat is deze manier. Hoe je mensen moet bedanken. Ik vind ze leuk. Het is opgepikt door heel veel internationale media. En dus ze volgen het proces echt op voet. Dus als er iets nieuws is, dan wordt het weer allemaal een beetje breaking nieuws. En dat is een voorbeeld. Iedere mijn dat opgeruimd wordt, kan weer een leven schelen. Ik laat hier nu een laatste filmpje zien. Even kijken wat er staat. Hoe het te werk gaat. Maar het echte filmpje staat nu op internet. Kunt u gewoon opzoeken. Dat heet Mijn Cafan. Deze is opgenomen in Marokko. En we gaan met dit project in augustus naar Afghanistan. Dan gaan we daar helemaal uittesten. En dan gaan we ook een film over maken. En dat is gewoon echt een future film. En nu gaan we dat toch. Nu maken we alles echt met de hand. En sommige producten zijn echt uit de winkel gehaald. Maar uiteindelijk moet het toch industrieel gemaakt worden. Dit is de allereerste test met de Definitie. De laatste test in Marokko. Het ligt aan de explosie, dat hoe sterk het is. Het kan nog doorrollen, zodat hij rond 15 tot 20 gram is. Dan raak je alleen een paar voeten kwijt. Want meestal, of tegenwoordig, maken ze ook die mijnen gewoon echt handmatig, zoals IED's.
En dat zijn andere explosieven dan anti-personal mines die echt in de grond zitten. Dus het ligt aan het explosief zelf. Ja. Het is bizar dat je dus van mijnen ook weer werk kunt maken. Ja, het is niet alleen dood, nee, precies. Maar het is ook weer werk. Ja, ja. Ja. Het is veel werk. Oké, goed. Is het een glimlach of een grimlach, dit werk? Een glimlach. Een grimlach, ja, hè? Oké. Dames en heren, Masoud Hassan, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel.